De verkeerspolitie rijdt in Nieuwegein als er een melding binnenkomt over een automobilist die extreem gevaarlijk rijdt. En vlak daarna komt de Volkswagen Golf waar het om gaat in tegenovergestelde richting voorbij. 3501, ik krijg een tweede melding, of een derde melding bij de Inoffam. Gaat het niet rijden? Ja, wat doe ik, kijk. Wij zitten achter het voertuig, op de Hollandhaven, met de videoauto. Dus we gaan even kijken of we hem in beeld kunnen krijgen. Ook nu valt zijn rijgedrag meteen op. Dan weer hard, dan weer zacht, slingeren, rare bewegingen. Maar geduurd en de ravage na afloop is enorm. Zeker in Vreeswijk, waar de verdachte dwars door een terras ging en twee auto's ramde. Nu, een half jaar later, weten we dat de man in een psychose zat. En omdat hij onder invloed van drugs. Attentie, attentie, alle collega's niet bezig met de achtervolging. Schakelen OC04. 201-421, de verdachte lijkt op. Dat is ontvangen. Zie man. 2302, u via Deurningen doorrijden. Gaat spoorrijden. Dan in de richting van Oldenzaal. Hier hebben we alle knokken, hè? Dat weet ik. 2321 nog steeds het eerste voertuig. 2401, u rijdt erachteraan. Ja, 01 gaat de posities doorgeven. Oude Deurningenstraat nog steeds. Snelheid 60. Linksaf, Lemseloze Veldweg. Ja, ontvangen en 2205 en 051 ook doorrijden richting Oldenzaal. Eentje erachter, twee erin? Nee, laat maar. Laat ze maar. Ja, voertuig stopte op de Lemseloze Veldweg, rijdt weer, stopt weer. Ja, dat is. Ik probeer hem eruit te trekken. Ja, dat doet hij ook een keer. Nu, rennen, kom. Stap in! Nog steeds Lemseloze Veldweg, stopte weer en rijdt weer door. Ja, ontvangen. Ja, dat zo de bebouwde kom weer. Dus let op de veiligheid, hoofd. 24 meter positie, Thailand, 100 km per uur. Ja, dat is ontvangen. Straat in de richting van de Irenstraat. Irenstraat rechtsaf. Misschien even een idee om te vragen hoeveel benzine of diesel nog in de bus zit. Ja, 2401, kunt u dat doen? U heeft contact gehad met melden. Ja, maar melders mobiel ligt in het busje en de passant hier is een melder geweest over. Ja, dat is ontvangen. Rondweg op, rondweg richting A1. Hij stopt. Moment. Nee, dat gaat hij niet doen, hè? Hij gaat de middengeleider over de postje. 2401 positie. Ja, rondweg is hij over de hoge middenscheiding. 2401 zit er als eerste achter. We gaan de verdiepte rondweg in richting Globaal Denenkamp SLA. Ja, dat is ontvangen. Stop nou, doe niet zo idioot. Stop. Ja, hier 421 nog steeds Denenkampenstraat richting Denenkamp, 80 km per uur. Die druk mij weg. Dan gaat deze links langs, of niet? Ja, sturen ze hem richting Duitsland. Rotonde rechts richting Beuningen. Ja, is ontvangen. We zijn de Duitsers nu in kennis aan het stellen. Negatief, rechts. Oh, komt er volop. Komt er volop, wat doe je? Ja, hij is een auto voorbij. Nog steeds Oude Dijk. Oude Dijk. We mochten die blokken rechtsaf richting Noordhorn.
collega's Dorpsvorm gaan richting grens. Ik kijk wat die doet als ik net wil inhalen. Ik doe het niet hoor. Nee. Noordhornse straat richting Noordhorn. Ja, hij rijdt zigzag aan het levensgevaar. Overig verkeer. Ja, er is weinig over verkeer. Dat zigzag doet hij omdat wij doen alsof we gaan inhalen en dan maakt hij die dwingende beweging. Ik zit door. Ja, we naderen nu de grens en hij rijdt gewoon door. Grens overgesloten. Ja, ze ontvangen. Als het goed is, aan de Duitse collega's zijn klaar. Duitsers zijn leidend, hè? Duitsers zijn leidend. Nog eentje. Deze collega's blokken mislukt. Andere collega blok nu voertuig aanrijden. Ja, hij heeft alles geramd. Hij rijdt nog steeds. En de Duits? Zijn collega's geramd over? Duitsers zijn erbij. Er zijn. Positief, smash. Mensen gewond over? Nee, niks aan de hand. Schade aan andere voertuigen. Hij zit inmiddels op het parkeerterrein van XXX. Zitten blijven, zitten ja, blijven. Ja, ontvangen. Alle ingangen van XXL Loets afzetten dan. Ja, gaan we proberen. Is ontvangen. Zijn er al Duitse collega's? Ja. Collega's zijn erbij. Moeten we het dichtzetten hier? Waar is hij hier? Zijn we kwijt? Nee, hier, hier. Hier is het. Persoon aangehouden. We hebben zicht en hij gaat de afslag af. Eerste afslag naar de tunnel eraf, gecrashed, voertuig is gecrashed, over de kop, meerdere keren. OC, ik zou de ambulance alvast maar gaan sturen. Voertuig staat denk ik in de brand. Eén persoon eruit, loopt nu op de, gaat rennen en de bosjes in. Daar is hij. Ja, hij ligt op de grond OC, dus dat gaat. Ik weet niet hoe dat heet daar, maar ja, op de brug. Is er nog misschien? 2149, we zitten achter. Ja, we zitten erachter, derde wagen. C, het gaat ontzettend hard. Wij hebben zicht. Ga kijken wat hij gaat doen. Dan gaat hij zijn aanrijding maken. C, spullen uit de auto gevoerd, kassoonpositie. Snelheid 130 km per uur. Op C, de andere twee zijn aanhouden. Zoelen? Zeist naar voren, loop je op de zeist naar voren, ooit in de achtervolging. Ja, nee. Meldkamer 41-2, ik zit op de fiets, ik krijg mijn straatnaam. Kunt u mij even begeleiden naar die straat? Nou, ik zei even er tussendoor, de 52-01. Ja, kom maar. Ja, ik wil er wel even een hondenmannetje in, want het voelt aan de buitenkant op van de vuurwapen gelijk. Uitrennen, en die gingen de, zeg maar de poort in. Hoppa. Ah nee, die moet ik niet hebben. En nog laden. Nou, voor de wagens omgeving, we hebben een vuurwapen aangetroffen. Drie personen aangehouden, nou goed gedaan. Dames en heren, denk om je eigen veiligheid. Ik kan niet anders zeggen, denk om je eigen veiligheid. Het 591 aangereden door het voertuig. De wagen tot los. 591 aangereden, waar bent u aangereden over? Op de Goddeweg, hadden de auto neergezet op de weg. Hij bleef gewoon doorrijden, van de auto geramd. Rechts is vrij. Ja, is begrepen, op de Goddeweg geramd. Dankjewel. Links de Bergstraat in, links de Bergstraat richting de Baaiers. Linksaf de Bergstraat in, richting de gevangenis.
staat de Zegwaardstraat in. Zegwaardstraat in, begrepen. Gaan we de Noordmolenstraat in. Noordmolenstraat richting de Bergweg. Nee, Zwart-Jan richting Noordmolen, Zwart-Jan Noordmolen. Zwart-Jan richting de Noordmolenstraat. Eerste Pijnakkerstraat in, linksaf. Linksaf, Eerste Pijnakkerstraat. Eerste Pijnakkerstraat in, linksaf. Linksaf, Eerste Pijnakkerstraat. Eerste Pijnakkerstraat en aan de brug. Ja, moeten we dan bij deze brug blijven staan, Frank, op de Krooswijkse straat? Ja, rechtdoor richting Zuidmolen. Rechtdoor Zuidmolen. Rechtdoor richting Zuidmolenstraat. Zuidmolen op, rechtsaf. Richting de brug, rechtsaf. Ja, brug. Ja, ja, richting de brug. Stop. Voertuig staat stil. Voertuig staat stil. Kom, doorrijden. Nou, samen 941, wordt de schoten gelost. Slaag maar weer. 941, schoten gelost. BTGV over. Dames en heren, in verband met BTGV, radio stilte alstublieft. Zat er nog iemand in de auto? Meldkamer, Atlas, stop, Sluitstraat, Zuidmolenstraat. Bestuurder is aangehouden, die wordt geboeid nu. Ik weet niet dat er meerdere personen in zitten. Flatstraat, Zuidmolenstraat, bestuurder aangehouden, middel van BTGV. U weet niet of er nog andere mensen in het voertuig zitten. Begrepen. Dames en heren, we beschouwen het nog steeds. We gaan nog steeds uit van een BTGW. Dus verder alsjeblieft radio stilte. Uit. Ja? Alles leeg. BTGW ten einde. Eén bestuurder aangehouden. Is geboeid. Misschien mogelijk anders 1390 hier te plaatsen, of 95 of 690. Ja, dan wordt in ieder geval wat geregeld. Dank u wel. Dames en heren, het is einde BTGV. Einde BTGV, één man aangehouden. Het. De verkeerspolitie rijdt in Utrecht als collega's laten weten dat een BMW een stopteken heeft genegeerd. Op het plein gaan we nu ondanks de verlichting nog steeds uit. Hij is er met hoge snelheid vandoor gegaan en de politie zit hem op de hielen. De verkeerspolitie is in de buurt en gaat helpen de bestuurder te pakken. We gaan nu onder de A12 door, onder de A12 door en A12 rechtop, richting Anne. Is de voet gegaan, bij 80 voor knoop 2. Het gaat om een zilvergrijze BMW 335 met ruim 300 pk. Door die lekke band kan hij niet meer zo hard. De politie wil hem klem rijden. Je kan de voorval weer voorkomen.
blijven wij erachter, eentje aan de naast en proberen de kant naar de zijkant, naar de zijkant. Maar het klemrijden is met al het andere verkeer eromheen lastig. Verderop de A27 is het de vraag of hij rechtdoor gaat of de afslag de beeld pakt. De verkeerspolitie besluit daar niet op te wachten en gaat links van hem rijden, zodat hij de afslag wel moet pakken. Hier is geen ander verkeer, dus komt een politiewagen langs zij om de BMW aan te tikken, om hem uit balans te brengen. Maar dat mislukt. De bestuurder slaat af naar de beeld. Inmiddels is een ware politiemacht ter plaatse. Opnieuw wordt besloten de auto aan te tikken. Maar ook deze poging mislukt. Nog één keer. Ja, rustig aan, jongen. Hij is zwaar, joh. Boxen. Dan maar weer proberen om hem in te sluiten. Dan lukt het om de BMW de berm in te krijgen en in te sluiten. De bestuurder kan geen kant meer op en wordt aangehouden. Hij blijkt geen rijbewijs te hebben. Ook heeft hij nog 1,5 jaar gevangenisstraf openstaan. En in zijn auto liggen gestolen kentekenplaten. Wat voor straf de bestuurder krijgt, dat bepaalt de officier van justitie. Maar mild is die straf waarschijnlijk niet. Ik denk dat we inzicht hebben. 200 meter achter je. Ja, je rijdt op een meest rechterrijstrook, ik zie je rijden. Hij nou voor je? Ja, is gezien. Voertuig gaat er vandoor. Voertuig gaat er vandoor, zeg maar één. Hij is me opzettelijk, jongens. Hij sluit me opzettelijk. Ja, dat begrijp ik. Collega, ga maar opzij. Rond 248 rond, 200 op de klok. 248 rond A12, begrip. 49,5, 200 op de klok. 49,5, begrepen. Afrit af, 53,3, afrit Hamelen. Afrit Hamelen, ja, begrepen. Ga verkeer kort houden, snelweg weer op, rechtdoor gaan, richting snelweg weer op, A12. Ja, om globaal bijna 52 rond A12 rechts, daar gaat de snelweg weer op, begrepen. Afrit af, 54,3, ja. Rechts afslaan. Collega's met de toerans of zij graag voor de LE in de 501. De Zulu, die wil weten wat voor auto. Een Mazda 6, wit van kleur af. Gevangen, de Zulu heeft de auto in beeld. Begrepen. Het op uw veiligheid. OC 501, ik wil dat die toerans iets meer afstand neemt. De toren voor ons iets meer afstand. Momenteel 24-4. De coördinatie neemt Utrecht over. Ja, ontvangen. Onze snelheid gaat iets naar beneden. Voor onze eigen veiligheid. De hele blijft volgen, is dat prima. Voertuig linksaf, de Zulu. Voertuig linksaf, woonwijk in. Ontvangen, en dan? Stop. Weet ik niet. Ik kijk eerst even naar de verdachte. Moment. Auto erachter, lukt er 1 uit. Ziet u hem lopen of onbekend waar hij is? Porsche, attentie, hij is eruit gegaan, weer teruggegaan naar de auto. Hij moet daar ergens zitten. Houd het even groot afgezet. Niet iedereen naar deze auto toe. Ook een paar eromheen. Richting Ringlandsweide. Maar volgens mij zien ze hem rennen. Collega's geven ze bericht. Ja, verschillende eenheden. Een deel 501. Dus 1 dag aanhouden. Jullie hebben 1 verdachte aangehouden. Waar hebben jullie die aangehouden? Bij de auto zelf? Direct links van de auto, ongeveer 50 meter er vandaan. Ja, collega uit Rotterdam zit hier bij mij. Die geeft aan dat er 1 persoon in het voertuig zat. Pak de jas.
Allebei capuchons op. Windscherm. Zwarte zip. Ja, strafbare feit al. Ja, nog een stopteken en dus hij rijdt echt flink uit voor een snelfiets. Ja, begrepen. Stokkaartje. Eikbossig pad. Parallel JHB Koekoekstraat. Nu in de richting van de Koningsstraat, richting centrum. Rechtsaf? Ja, rechtsaf de hoogte van Koningshof in de richting van de Emma-straat. Ga er maar voor. Pak eens even blokken. Emma. Rechtsaf richting Rembrandthof. Zullen de collega's even via achterzijde Rembrandthof pakken? Want dan pakt hij hem tussendoor het voetpad, denk ik. Dankjewel! We rijden weer terug richting de Koningsstraat. Richting Koningsstraat, meteen. Ja, linksaf Luidgarderlaan in richting van de Albert Heijn, zeg maar, richting Langestraat. Richting Langestraat? Ja, jullie hebben ze nu in zicht. Emmastraat, linksaf tegen de richting in, fietspad op, nu bij de Emmastraat. Ja, dik zo even de veiligheid, 12-2. Ja, noem we. Schapenkamp in de richting van de tunnel. Schapenkamp richting de tunnel? Nu komen we aan bij de tunnel, bij de Beatrix-tunnel. Moment. Gaan we nu recht? Rechtsaf richting Wandelpad. Dus Wilhelmina staan. Rechtsaf Wandelpad, Wilhelmina staan. Ja, we gaan Wandelpad daadwerkelijk opgegaan. In de richting van de Diamantstraat. Jongens, rij even om via de oude Amersfoortseweg. Ja, daar rijden we nu. Ja, mooi. Parallel. 12-8 parallel. Ja, nu naderen we de kruising met de Diamantstraat, dus waarschijnlijk gaat hij links dat voetpad zo meteen door, jongens. Ja, uitstaan. Nee, uitstaan. Ja, uit de middeling. Ja, scooter staan, de persoon is afgestapt. Locatie? Wandelpad Oude Amersfoortseweg, denk ik. Ja, klopt, vlak bij de spoorbomen. Alles rustig. 12-1, alles rustig, dankjewel.